eerste wedstrijd in de ereklasse. Jij hebt korfbal league gespeeld. Ook dit niveau? Ja, dat klopt. Dat was dit niveau. En dat is een tijdje terug. Maar leuk om weer terug te zijn. Ja. Minder leuk om te verliezen natuurlijk. Met een 6-7 punten. Niet weggespeeld. Neutrale kijker, heeft hij toch wel een goede wedstrijd gezien? Ja, ik denk uiteindelijk wel een degelijke wedstrijd. Maar als we eerlijk zijn, dan heeft LDODK wel heel de wedstrijd voorgestaan. En hebben zij het wel uit weten te spelen. Dus zijn zij niet echt in de problemen gekomen. Dus wat dat betreft was het een wedstrijd waarin wij nooit echt de bovenliggende partij zijn geweest. Dus dat is jammer. Dat is waar. Maar als ik naar de competitie kijk, dan doet mij dat een beetje denken aan PSV en Ajax. De een krijgt Barcelona, de ander krijgt Bayern. Als ik kijk naar Dalto, waar ik het over had, die krijgen, als ik het goed heb, PKC en Top. Jullie krijgen nog Fortuna en Dordt 46. Geen makkelijke pool. Nee, maar als je in de Eredivisie speelt, heel eerlijk, dan heb je gewoon geen enkele makkelijke pool. Het zijn allemaal clubs die gewoon een goed team hebben staan. En ik denk dat LDODK sowieso voor de top 4 gaat en voor een finale plaats wil gaan spelen. Dus je weet gewoon dat je een zware middag gaat krijgen. Wel denk ik dat we hele mooie dingen hebben laten zien. Dus ondanks de kwaliteit die LDODK heeft, hebben wij vandaag wel mooie aanvallen neer weten te zetten. Ja. Alleen niet structureel. Dus dan zie je wat er gebeurt met de stand. Poel is nu kleiner, betekent minder wedstrijden. En die mindere wedstrijden die worden dan toch waarschijnlijk allemaal toch wel van een hoog niveau. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat zij ons zullen zien als degene die zij onder zich moeten houden. Dus wellicht dat ze onderling wat rust willen nemen met een aantal spelers. Omdat zij toch focus hebben grotendeels op de zaal. Ja. Maar ik verwacht dat iedereen tegen ons volle bak zal starten met basis 8. Omdat nogmaals, zij zien ons als degene die eruit moeten. Ja. Dus ja, dit is niks tactischer dan te zeggen van, weet je, we gaan tegen tempo volle bak. En als we hun op nul houden, dan is het gespeeld. Ja. Lood in de schoenen of een eer tegen dat soort clubs? Nee, ik heb liever dat ze gewoon volle bak spelen dan dat ze met een B-team daar staan. Want ja. daar kopen we niks voor. En ik wil gewoon, als we spelen, spelen we 100%.